Stressvrij Leven podcast nummer 48. Vandaag in gesprek met Jan Hoekmeer. Welkom Jan. Ja, dankjewel. Leuk dat je me uitgenodigd hebt. Ja, superleuk. Ik heb nu al zin in ons gesprek. Want jij doet iets wat ik heel interessant vind en waar ik zelf onlangs ook mee begonnen ben. Jij geeft les in de Wim Hof methode. Mm-hmm. Ik ben niet begonnen overigens met lesgeven in de Wim Hof methode, maar wel met het praktiseren van de Wim Hof methode. En ik ben van plan om jou je hemd van je lijf te vragen daarover. Nou, superleuk. Ja. Want allereerst, hoe ben jij, je doet even, nog even voor de duidelijkheid, jij doet naast de Wim Hof methode nog een aantal andere dingen, hè? Je bent een bezige bij. Mm-hmm. Wat zijn nog meer activiteiten waar jij je mee bezighoudt? Ik ben basisschooldocent, groep 6 en 7 momenteel. Vind ik heel leuk om te doen. Ik ben teamleider bij persoonlijk leiderschapstraject in Amersfoort bij Amethyst. En ik heb een eigen stichting opgericht, Planeet in Actie. En zo'n lessenserie heb ik ontwikkeld samen met iemand anders. En dat gaat over circulaire economie, duurzaamheid en hoe we de jongere generatie de juiste mindset en ideeën kunnen laten inzien over hoe je omgaat met de planeet. Want daar is ook wel wat werk in te doen. Mooi. Allemaal mooie dingen. Allemaal, weet je, ben je een idealist, zou je dat van jezelf zeggen? Ja, zeker. Ja. Ja, mijn ouders zeggen dat soms ook wel eens van, je hebt altijd van die grote dromen en van die visies en dat vinden ze dan heel leuk en grappig. Maar ik heb, van jongs af aan is dat al zo. Dacht ik al, ik ga de wereld veranderen of zo. Ja, dat kan ik natuurlijk niet, dan moet ik de wereld zelf doen. Daar kwam ik pas later achter, maar ik kan wel natuurlijk ondersteunen of het voorbeeld geven of ideeën in de wereld zetten of iets moois creëren waar mensen weer aan mee gaan doen. Ja, ja. Zeker. Ja. Hey, en als je dan de wereld zou veranderen naar jouw ideale beeld, hoe zou die er dan uitzien? Ik zou bijna aanhaken op dat ik wel zeg, ja, dan is het schoon en leefbaar en groen. Maar dat is wel heel belangrijk. Maar ik denk dat het komt na hetgene wat echt belangrijk is. Ik denk dat als we echt weer tot de kern komen en onszelf volledig goedkeuren en verantwoordelijkheid nemen over alles wat binnen ons eigen systeem gebeurt. En dus niet reageren, de hele tijd onszelf in een reactieve modus zetten, maar in een proactieve houding. En als we weten hoe dat moet, hoe dat werkt, en dus liefdevol met onszelf omgaan, dan kan het bijna niet anders zo zijn dan dat we ook liefdevol en zorgzaam met onze leefomgeving omgaan. En dat zijn dan dieren, dat is de natuur, maar dat zijn ook de mensen. Ja, ja. Mooi zeg. Ja, dat is wel, we beginnen meteen idealistisch. Ja, ja. Ik hou ervan. Ja. Ja. Want ik hoor ook meteen, en daar is meteen de brug naar stress en burn-out. Want in jouw liefdevolle wereld, dus liefdevol naar jezelf en liefdevol naar buiten, en dat kan nooit los van elkaar staan in mijn beleving, is geen ruimte voor chronische stress. Ik denk dat we helemaal geen stress meer creëren. Nou ja, geen stress, dat zeg ik niet goed. Dat we alleen nog maar stress creëren, behulpzame stress. Stress is natuurlijk een heel fijn en goed systeem. Precies. In zekere zin. Ja. Alleen we overdrijven het heel veel in onze samenleving. En we leggen ook de oorzaken voor de stress heel vaak buiten onszelf. Ik denk dat als we op een goede manier met onszelf leren omgaan, en dat begint natuurlijk bij onze opvoeding en bij het onderwijs, dat we dat als jong kind leren, dan is stress een instrument wat je inzet als het je behulpzaam voor je is. En is het niet iets wat ons overkomt en wat we gewoon maar de hele tijd doen, terwijl we het idee hebben dat we er geen controle over hebben. Terwijl we er juist wel heel veel controle over hebben. Maar dat leren we niet. Nee. Hey, en daar komt de Wim Hof methode eigenlijk om de hoek. Hè? Ja. Zou je eens uit kunnen leggen hoe die relatie tussen de Wim Hof methode en,
En stress, hoe jij die ziet? Of hoe die is? Ja, er zijn natuurlijk een aantal componenten aan de Wim Hof methode. Er is het deel van de mindset. Dus deel van de ademhalingsoefening en dus deel van de koude. En die drie onderdelen werken samen als het gaat om stress en de Wim Hof methode. Nou, de koude kent iedereen wel natuurlijk van Wim die 1,5 uur in een ijsbad zit of langer. Nou, in ieder geval altijd heel lang. Als ik hem zie zitten, denk ik, zo, jij zit echt lang in het water. En die koude is natuurlijk de stressprikkel. Het is, je zou het kunnen zien als een metafoor voor meer en andere stressoren in ons leven. En die ademhalingsoefening is ook een beoefening waar je het stresssysteem werkt met het stresssysteem. Dus de actiestand van je zenuwstelsel en de ruststand van je zenuwstelsel. En de mindset gaat voor mij over, oké, maar en hoe ga je nou om, en met name bij de koude, hoe ga je nou om met die stressprikkel? En hoe kijk je er tegenaan? En hoe ga je met jezelf om? En en alle gedachten en gevoelens en ideeën en concepten en overtuigingen die je daar dan bij hebt, bij die koude. En dan gaat het dan over je bewust worden van je eigen gedachten en gevoelens en daar mee leren omgaan of ze leren in goede banen te leiden of zo? Stel je voor je stapt in het ijswater, dus je staat voor een ijsbad, dat is natuurlijk heel koud en heel ongemakkelijk. In feite is ijswater koud en ongemakkelijk. En het is een onprettige prikkel. En meer is het in feite niet. Maar wat wij mensen doen, en wat ik bij heel veel deelnemers zie, is angst creëren. Bang om dood te gaan of het niet aan te kunnen. Ons kwetsbaar voelen. Ons onzeker opstellen. Of weerstand doen. Dus dat betekent voor mij allerlei systemen voor de angst zetten. Dus niet voelen van, ik voel me hier bang voor. En denk, dat heb ik zo gecreëerd, dat is nu even zo. Dat doe ik blijkbaar zo. Maar dan zeggen, dat is voor gekke mensen. Of nee, dat moet je helemaal niet doen. Of weet je wat, dat doen. Dus weerstand inzetten. En wat ik het interessant vind aan de methode, is dat als heel veel mensen naar mij toe komen. En dan met zo'n verhaal komen, dan toch komen. Dat vind ik heel leuk. En dan kunnen we daarmee werken. Want welk systeem doe jij? Welk systeem heb je jezelf aangeleerd om te gaan met die stressprikkel? En dan daarmee werken, dat vind ik heel interessant. En dat is bij iedereen weer een beetje anders. Als iemand zich kwetsbaar voelt, ten opzichte van dat ijswater, of angstig voelt, dat vraagt weer een andere aanpak. En het gaat soms inderdaad wel om bewustwording. Dus om bewustwording van, dat systeem doe ik. En dan kun je ook wel weer bedenken van, wat wil ik in plaats van dat systeem doen? Ja, ik heb gisteren toevallig een vlog opgenomen over automatische patronen. Dus je gedachten die gevoelens oproepen en die dus een resultaat creëren. Dat is zo'n loop waar je maar in blijft hangen. Dat is eigenlijk waar jij het nu ook over hebt. Hè? Dat zijn van die automatische patronen. Net zoals dat je je tanden altijd op dezelfde manier poetst. Daar denk je niet meer over na. Dat doe je gewoon. Dat is dan niet heel ernstig. Maar je hebt ook van die patronen die je heel erg in de weg zitten. Die je heel onbewust maar steeds herhaalt. Is dat wat jij nu zegt? Van, hè, je door zo'n ijsbad, door ervoor te gaan staan, komt eigenlijk dat automatische patroon wat je hebt, komt naar voren. Hoe reageer jij op het moment dat er iets stressvols op je afkomt? Ja, ik denk dat een ijsbad of het in een korte broek bij -20 een berg oplopen. En dat op een bepaalde manier doen. Dat kan een metafoor zijn of een soort van spiegel waarin je gaat kijken van welk systeem doe ik nu eigenlijk. En dat is heel leuk om te leren in de kou. En vervolgens heb ik dan ook wel weer geleerd omdat je hebt de kou daar niet voor nodig. In feite heb ik uiteindelijk geleerd dat kou alleen maar een beetje onprettig is. En als je het vaak doet, is het gezond. Maar de angst en de stress en al die dingen die ik deed in het begin, die doe ik helemaal niet meer.
En in feite heb ik ook geleerd dat dat onnodig is om te doen. Het was gewoon een foutje van mijn automatische piloot. Dus dan heb ik over je automatische piloot. Ik had al die dingetjes geïnstalleerd, om het heel even te zeggen, in mijn automatische piloot. En ik was tijdens mijn volwassen leven me er niet bewust van dat ik dat zelf ook weer opnieuw kan programmeren en die automatische piloot kan herprogrammeren. Op een manier die constructiever werkt voor mezelf en voor mijn omgeving soms. Hey, dat is mooi dat je dat zegt. En hoe kun je dat leren? Dus je zegt van ja, ik kwam allerlei. Dat haakt wel mooi aan op mijn vlog van gisteren, waarin ik het had over. En dan ben ik helemaal de draad van mijn verhaal kwijt, dat is ook raar. hoe doe je dat? Ja, hoe doe ik dat? Ja, hoe doe je dat? Nou, ik denk dat het begint bij. Laat ik eerst het tegenovergestelde zeggen. Je kunt het niet doen. Je kunt die automatische piloot niet veranderen. Of het werkt in ieder geval heel erg niet als je er geen eigenaarschap over neemt. Als je jezelf in een reactieve modus hebt gezet. En dat begint wat mij betreft voor een heel groot deel bij je taalgebruik. En de manier waarop wij taal gebruiken om een situatie te beschrijven. Bijvoorbeeld, wat ik dan wel een mooi voorbeeld vind, is dat we vaak zeggen, als het over burn-out en stress gaat, dan lees ik overal, ik heb een burn-out, ik ben burn-out geraakt. Van de week las ik een e-mail over, dat is dan weer een ander voorbeeld hoor, maar ik zal ze zo wel doorlopen, hoe ik daar anders tegenaan kijk. Onze aandacht wordt gekaapt door de social media. Nou, dat zijn allemaal onwaarheden. Want als je op die manier de situatie beschrijft en met jezelf het gesprek aangaat, het gesprek over de situaties of over de gevoelens die je creëert, dan lijkt het net alsof het je overkomt. Alsof je er niks aan kunt doen. Kijk, je zit natuurlijk in een situatie, dus in feite heb je een burn-out. Maar wat feitelijk zo is, is dat je jezelf hebt uitgeput en daardoor oververmoeid. Je me oververmoeid voelt. Ja. Overigens is het natuurlijk wel zo dat veel mensen dat niet doorhebben. Dus ja. Het is. Ja. De situatie verandert natuurlijk niet. Dus als je dus een burn-out hebt, wat in feite natuurlijk zo is, je hebt een burn-out. Maar als je altijd maar zegt, ik heb een burn-out en ik ben burn-out geraakt. En als dat de manier is waarop jij kijkt naar de situatie, dan vertel je eigenlijk het verhaal aan jezelf. Ik kan er niets aan doen. En als je tegen jezelf zegt, ik heb mezelf uitgeput in de afgelopen jaar, of in de afgelopen half jaar, dan is de vervolgvraag, en hoe heb ik dat gedaan, ligt heel erg voor de hand. En als je die vervolgvraag stelt, hoe heb ik dat gedaan? Nou, dat heb ik gedaan door bijvoorbeeld meer werk aan te nemen dan dat ik de tijd voor wilde maken. Doordat ik bijvoorbeeld boos ben gaan doen en niet rustig ben gebleven toen mijn baas iets aan mij vroeg waar ik geen tijd voor wilde maken. Nou, en dat is een heel subtiel verschil, maar het verandert wel de manier waarop je naar de situatie kijkt. En vervolgens krijg je ook een hele andere set met instrumenten en ideeën om de volgende stap te nemen om uit die situatie te komen waarin je een burn-out hebt, wat we dan een burn-out noemen. Ja, ik ben de draad van mijn verhaal kwijt, maar ik heb hem nu meteen ook weer terug. 95% van de stress die we creëren, doen we met onze eigen gedachten. Dat is helemaal niet de situatie op zich. Dat is niet die baas die zo lelijk tegen je doet, maar jouw gedachten over. Hè? Dus als je dan thuis op de bank 's avonds zit en die baas is helemaal niet meer in de buurt, dan ben je nog druk aan het maken. Ja, precies. Wat jij zegt is, als je daar eigenaarschap over neemt, dan kun je. Dan kun je stappen gaan maken. Ja, dat vind ik zo heel leuk. En eigenlijk hoe dat werkt. En het is helemaal geïnstitutionaliseerd in ons leven. Dat het in onze maatschappij, in ons leven, in de manier waarop we praten, dat al die dingen ons overkomen. Dus als je in je taalgebruik en in de beschrijving van de situaties het op een andere manier beschrijft en het is ook echt erkend. Ik heb mezelf uitgeput. En voor sommige mensen is dat een hele grote stap. Hè? Of dat kan dat zeggen van, ik heb mezelf, oh wow, hé. Want dan heb je opeens helemaal de touwtjes in de handen. Dus heel veel mensen die denken, ik heb het toch zelf niet uitgeput. Dat was toch
past op mijn werk, want ik had toch te veel werk en niet genoeg tijd. Maar ja, de druk die je in die tijd ervaren hebt, de stress die je in die tijd ervaren hebt, de manier waarop jij omgegaan bent met je werk en met de mensen om je heen, ja, dat heb je toch echt allemaal zelf gedaan. Ja. En dat is voor mij echt niet een stok om mensen die in een burn-out zitten, om een stok om mee te slaan, helemaal niet. Ik denk alleen wel dat het heel behulpzaam is om zo naar de situatie te kijken. Want als je dus die verantwoordelijkheid neemt en die jezelf in die proactieve houding zet, dat is wat mij betreft het begin om, waar we dit stukje mee begonnen, om die automatische piloot te gaan aansturen. Ja, om leiderschap te nemen. Ja, want als jij zegt, ik moet zeggen van jezelf, op het moment dat jij zegt, ik heb mezelf uitgeput, dan ontstaat er ruimte om te kijken, oké, hoe heb ik dat gedaan? En wat is nou eigenlijk dat systeem waarmee ik mezelf heb uitgeput? En als je zegt, ik ben burn-out geraakt, dan lijkt het net alsof er een burn-out kwam aanwaaien, net als een vogel, en die tegen je aankwam, ik ben door een burn-out geraakt. Het is natuurlijk niet zo. Maar dat is een soort van hoe wij er tegenaan kijken, wat niet helemaal klopt en wat heel niet constructief en niet behulpzaam is voor alle mensen die dus die klachten ervaren. Ja. Want het is wel super onprettig en heel niet fijn om uiteindelijk die burn-out te hebben in die situatie dat je lichaam uitgeput is, dat je bijnieren uitgeput zijn. En het is helemaal niet fijn. Nee, zeker niet fijn. Ik hanteer eigenlijk dezelfde principes ook in mijn coaching. Dus ik herken helemaal wat je zegt. Wat er vaak gebeurt, en ik kan me voorstellen dat er nu mensen luisteren en die denken, oh ja, dus het is mijn schuld. Mm-hmm. Wat is in jouw beleving het verschil tussen schuld en verantwoordelijkheid? Ja, ik denk als je verantwoordelijkheid neemt, dan zit er geen oordeel in naar jezelf. En wat ik zie bij mensen met burn-out klachten, of met depressieve klachten bijvoorbeeld, is dat dat ze inderdaad het hebben over schuld, maar het is toch niet mijn schuld. En dan denk ik, ja, dan ben je bezig met een oordeel van wie heeft kwaad gedaan? En dan zit dat oordeel is vaak, ik ben niet goed genoeg, zie je wel, ik ben waardeloos, zie je wel, ik heb het weer fout gedaan. Dan zit dus een heel patroon aan oordelen aan. Terwijl het gaat helemaal niet over de oordelen, het gaat over verantwoordelijkheid nemen, over proactief kijken naar de situatie. En dat begint, de eerste stap, is wat mij betreft, erkennen en accepteren, ik heb dingen gedaan die niet behulpzaam waren voor mezelf. Dat is maar mijn gedrag. Mijn gedrag is zo veranderlijk als de wind. Dus er hoeft helemaal niet geen schuld of bij te zijn. Dus nee. Hoeft het oordeel, dat is eigenlijk onnodig. Dus daar zit dan, dat is dan al een heel groot kern van het probleem. Dat er een oordeel over jezelf en wie jij bent als persoon is. Ja. Ja, en wat er bij me opkomt is dat het ook niet zozeer gaat over het terugkijken. Ja, het gaat over het erkennen van hoe ben ik op deze plek terechtgekomen. Maar het gaat veel meer over, oké, met deze wetenschap, wat kan ik doen om het in de toekomst anders te maken? Hè? Om wel die leiderschap en te voorkomen dat ik iedere keer weer op dit punt uitkom. Ja, precies. Ja. Ja, en wat zijn dan die systemen die ik heb? Welke dingen vertel ik mezelf? Welke regels moet ik me houden van mezelf? Hè? Welke regels leg ik mezelf op in mijn leven die niet behulpzaam zijn? Bijvoorbeeld, om maar wat te noemen. Ja. Ja. Hey, we begonnen over de Wim Hof methode. Hè? En die bestaat uit 3 componenten. Kun je ze los van elkaar zien? Kun je ze los van elkaar beoefenen of is het nodig om die hele riddle te doen? Ja, nou die 3 componenten die versterken elkaar. Dus je kunt daar, ze versterken elkaar en met elkaar trainen, dat ondersteunt elkaar wel. Hè, want de manier waarop je kijkt, dus de mindset gebruikt om met dat ijswater om te gaan. Nou, niet zozeer het ijswater, maar met jouw eigen reacties en met je eigen patronen ten opzichte van van die ijskoude. Dat versterkt elkaar natuurlijk heel erg. En die ademhaling kan ondersteunend werken om
op een bepaalde manier met jezelf contact te maken, waardoor je die mindset beter of anders of constructiever kunt aansturen. En de ademhaling helpt weer om gemakkelijker de koude in te gaan, fysiologisch gezien. Dus die drie dingen versterken elkaar. Nou, tegen niemand vertellen. Ik doe het ook wel eens los van elkaar. Heel vaak eigenlijk. Ja. Dus ik gebruik de mindset van dag tot dag, van uur tot uur, van minuut tot minuut. Yes. Om proactief in de wereld te staan en niks aan de buitenkant af te laten hangen. Ademen doe ik vaak 's ochtends, vind ik lekker. 3-4 keer per week. Mijn APK'tje noem ik dat dan. Er zijn wel meer mensen die de term gebruiken, maar gewoon een APK'tje doen. Eventjes mijn hele systeem lekker opfrissen. En de koude, ja, ik douche koud af. Ik heb een vriezer waar ik regelmatig in zit. En dat doe ik ook gewoon op momenten dat ik daar zin in heb en behoefte aan heb. Sommige periodes wel, sommige periodes niet. Dus ik heb me helemaal eigen gemaakt en ook allemaal dingen aan toegevoegd van mezelf en dingen die ik later weer geleerd heb. Ja, dus voor mij is het niet meer de alleen maar de Wim Hof methode met de drie componenten, maar gewoon een heel systeem waarmee ik werk om mijn gezondheid en mijn mentale fitheid te optimaliseren. Ja, het is een soort way of life geworden. Ja, way of life. En het is echt een onderdeel, en inmiddels een kleiner onderdeel dan het ooit was, een onderdeel van hoe ik aan mijn persoonlijke ontwikkeling werk en met mezelf leren en groeien. Ja. Hey, en jij noemt net die ademhaling, hè, van even een boost, even een APK'tje. Wat je eigenlijk doet met die ademhaling is, nou kun je, laat ik dat niet gaan vertellen. Misschien wil jij eens vertellen wat je dan precies doet met die ademhaling. Ja, je beïnvloedt meerdere systemen in je lichaam. Dus het pH-systeem, hè, beïnvloed je. Dus de pH is de zuurtegraad, hè? Zuurtegraad in je lichaam. Maar ook je koolstofdioxide en zuurstofsysteem beïnvloed je, waardoor je vervolgens weer onderliggende systemen kunt beïnvloeden. Of dat doet je lichaam uiteindelijk vanzelf. Als je onder bepaalde saturatie komt, dan maak je lichaam weer rode bloedlichaampjes aan. Dus dat systeem beïnvloed je. En het andere systeem, en dat vind ik een heel interessant systeem, dat is het master systeem van je zenuwstelsel. En je zenuwstelsel bestaat grofweg uit twee delen, het actiesysteem en het rustsysteem. Nou, biologisch gezien heet het iets anders, maar dat is eigenlijk de fijnste manier, vind ik, het om het uit te leggen aan iedereen. En door de ademhalingsoefening zet jezelf heel erg eerst in de actiestand en daarna in de ruststand. En vervolgens neutraliseer je dat weer en doe je nog een ronde. En dat vind ik een heel interessant systeem, omdat je daarmee in feite een soort reset teweeg brengt in je lichaam. En dat vind ik heel fijn. Ja. Want wat je praktisch doet, is je gaat eigenlijk heel bewust even hyperventileren. Hè? Dus meer heel veel zuurstof inademen. Waardoor je eigenlijk je gaspedaal van je, sympathisch zenuwstelsel even aanzet. Ja. Dus je creëert eigenlijk heel bewust een beetje stress. Ja. Of een boel stress. En daarna activeer je heel actief de rem. Dus ja, rust. In je de ruststand, ja. Nu is het natuurlijk zo dat als je echt, ik noem dat altijd naadje burn-out, dus dat je echt helemaal al je reserves opgebruikt hebt en, en helemaal uitgeput en opgebrand bent, dat je bij wijze van spreken niet meer weet hoe je een theezakje in een kopje heet water moet hangen. Is dit dan een methode die aan te raden is? Ja, er komen wel eens mensen bij mij met burn-out klachten. Ik heb ook een gesprek gehad met iemand met een behoorlijk zwaar post-corona, post-COVID-19 syndroom. En dan heb ik een gesprek erover van, is het raadzaam om te gaan voor zo'n reset van de Wim Hof methode? Ik heb bij haar, bij die post-corona heb ik het afgeraden om het te doen. Dan denk ik dat je beter een stap ervoor kunt doen en met Buteyko aan de slag kan gaan, met Oxygen Advantage. Dat gaat veel meer over dat je op een hele rustige manier ademt, zo min mogelijk. Bijna dat je niet ziet en merkt dat je ademt. Dat je zo min mogelijk ademt in feite.
Dus dan kun je dat beter als voorstap doen. En ik zal dus elke keer ook kijken per persoon. Als iemand bij een workshop bij mij zou komen met burn-out klachten, dan zou ik echt een goed gesprek hebben. En soms is een burn-out alleen maar psychologisch. Een vriendin van mij die had een burn-out. En het was puur dan alleen psychologisch. En zij ging een specifieke training doen. Waarvan ik weet dat het heel goed ondersteunt bij, of heel goed kan helpen bij mensen met een burn-out. En ze was zo van haar burn-out af. Maar echt met de knip van haar vingers. Ze kon niks meer. Nou, ze kon nog van alles, maar ze had zichzelf totaal geblokkeerd. In feite is het natuurlijk, als ik zeg, als het gaat over taalgebruik, waar we dit gesprek mee begonnen, als ik zeg, ze kon niks meer. Nou, ze kon natuurlijk alles nog, in feite. Maar ze had zichzelf zo geblokkeerd dat ze dacht, ik kan niks meer en ik ben helemaal... Ze had zichzelf helemaal uitgezet, totaal in de burn-out. En na die cursus was gewoon dag en nacht. Dus opeens was die burn-out over. Dus dat is echt een psychologische burn-out. Dus als je de juiste elementen dan bij elkaar brengt, dan kan iemand zo uit die burn-out stappen. En dan zou ik zeggen, ga die Wim Hof ademhaling wel doen. Even heel generiek gesproken. Maar als je echt een fysiologische burn-out hebt, dus als je, en dat betekent, voor zover ik het dan, ik ben geen burn-out expert, maar wat ik ervan weet, is dat je bijnieren op een gegeven moment bijna geen cortisol en adrenaline meer kunnen produceren, dat die hele productie en die hormonale productie platgelegd is en dat niet goed meer werkt. En dan zou ik wel, als iemand in die situatie zit, dan zou ik heel voorzichtig doen met die ademhalingsoefeningen doen. Want je gaat ook werken met cortisol en adrenaline. En je wil niet een herstartend systeem of een zichzelf reparerend systeem overbelasten. Ja, en waar precies dan de overbelasting zit voor diegene, dat kan ik niet voelen. Dat moet diegene zelf voelen. En vaak is het zo dat mensen die daar zijn met zichzelf, die zichzelf zo uitgeput hebben, die voelen dat ook niet zo goed meer. Nee, dat is denk ik ook de kern van het verhaal. En weer gaan leren voelen wat je lijf vertelt. Of in ieder geval gaan leren luisteren naar de signalen die je lichaam geeft. Ja. Dus die mensen zou ik het afraden. En dan zou ik ook zeggen, ga eerst mediteren. Ga eerst echt jezelf in rust brengen. Ga ook eerst buteyko doen. Ga echt leren om je lichaam weer leren om helemaal in ruststand te komen. Door meditatie, stilte, oefeningen, mindfulness. Misschien heel, heel subtiel je benen koud afdouchen en met dat hele kleine stressprikkeltjes leren omgaan. Wisselbare of zo. En lekker wandelen in de natuur. Structuur in je dag brengen. Dan zou ik dat soort advies geven. En dan als het dat weer wat beter gaat, kom dan eens een keer de volgende stap nemen. En de volgende stap is dan een hele lichte variant van de Wim Hof ademhalingsoefening. En niet, jij noemt het hyperventilatie, ik noem het liever superventilatie. Dus dat je overdreven je lichaam ventileert als het ware. Want hyperventilatie, dat zit bij mij alweer in de hoek van... dat je eigenlijk zelf niet merkt dat je altijd jezelf aan het superventileren bent. Dat is hyperventilatie. En superventileren is zelf aangestuurd overdreven ademen. Ja. En dat zou dan de volgende stap zijn voor die mensen met een... die dan al meer uitgerust zijn, waarbij het lichaam weer beter gaat functioneren. Dan zou zo'n Wim Hof methode een mooie volgende stap kunnen zijn als een van de instrumenten om het herstel te bevorderen. Ja. Dus als ik hem zo, zeg maar, hoor, dan zou het goed geschikt zijn voor mensen die nog voor een burn-out zitten, om het tijd te keren, hè, om te leren weer en dat systeem aan te zetten. Dus als je veel stressklachten ervaart, dus chronische stress of misschien al zeg maar tegenoverspannen, maar niet echt in het burn-out stuk. Mm-hmm. Of als je alweer op de rit bent uit het herstel van burn-out, dan is het goed om een extra boost aan je systeem te geven. Ja, en zeker. Ik denk ook dat wat jij zegt is helemaal waar. En wat ook zo is dat, denk ik, het systeem wat eronder ligt, dat is nog belangrijker en dat is de mindset. Wat mij betreft begint het bij de mindset en is het... Kijk, ademwerk is gek en ik zie echt overal op Instagram en de websites en de ademcoaches. Het is helemaal booming business. Maar wat mij betreft is het een secundair systeem. Het is heel fijn en goed om je adem aan te sturen en te helpen. Het kan heel helpend en behulpzaam zijn. En je kunt echt een andere staat van bewustzijn activeren bij jezelf. En als die automatische piloot, hè, waar we ons gesprek mee begonnen, als die niet goed geprogrammeerd is,
En als jij niet jezelf aanstuurt met de verhalen die je jezelf vertelt, als je niet leiderschap neemt en erkent wat jij gedaan hebt, wat heeft geleid tot die burn-out, dan kun je je ademen tot je een ons weegt. Ik heb ook wel voorbeelden in mijn omgeving van iemand die dus niet aan wil dat hij, en dat klinkt altijd heel bot, maar ik bedoel het niet zo bot, zijn depressie zelf veroorzaakt heeft. Hij is er als volwassene, vind ik, zelf verantwoordelijk voor. En dat hij het niet geleerd heeft als kind en dat hij allerlei dingen heeft meegemaakt en allerlei systemen geïnstalleerd heeft gekregen in zijn leven. Dat natuurlijk staat als een paal boven water, hè? Dus dat zit hem. Maar dat hij daar als volwassene geen eigenaarschap over neemt, dat is de kern van het probleem. En hij heeft zichzelf helemaal gek geademd en allemaal workshops ademen, alle verschillende vormen geprobeerd. Maar als je niet dat mastersysteem van je automatische piloot aanpast, of daarmee gaat werken op de een of andere manier, en daar leiding over neemt, dan is ademwerk heel mooi, maar niet meer dan een pleister op de wonden. En je geneest de wond niet. Ja. Ja. Dus zo is het. Dat is wel wat ik moet in de samenspraak. Ja, het is wel grappig hoe je hier weer precies aanhaakt op de video die ik gisteren heb opgenomen. Want ik maakte de vergelijking. Oh, ja. Als je zeg maar ons stresssysteem is gemaakt om te overleven. Hè? Vroeger had je tijgers of sabeltandtijgers die ons konden aanvallen. Nou, stel dat je hebt gekozen om te vluchten en in een boom te klimmen. En die tijger die blijft maar om je heen cirkelen. Ja, dan kun je gaan zitten ademen wat je wil. Maar hij schiet toch iedere keer weer omhoog. Als het gevaar niet weg is. En op het moment dat het gevaar zeg maar in jouw eigen hoofd gecreëerd wordt. Met de niet functionele gedachten en de gevoelens die je zelf creëert. Dan helpt dat ademen eventjes om een soort van idee van controle te krijgen. Maar hij zal steeds weer omhoog schieten omdat het gevaar niet weg is. Ik denk dat zeker. Kijk, ja, heel erg. Als jij dus, stel, laten we dan even in die metafoor blijven. Er is een tijger in je, je springt in de boom en je gaat zitten ademen. Dan kun je wel je zenuwstelsel naar rust brengen. Maar als jij jezelf, als jij je niet veilig voelt bij jezelf, en als jij jezelf niet veilig kunt manen of en echt kunt menen en voelen, ik ben veilig bij mezelf, het is oké. Okay. En dat is dan het mindset gedeelte. Ja, dan kun je de box breathing doen tot je een rond zweegt. Of de Wim Hof ademhaling, of welke manieren er ook zijn. Dat heeft dan geen zin. Het heeft even zin. En daarna creëer je direct weer de stress. Ja. Dus het begint echt bij leren hoe je automatische piloot kunt beïnvloeden, programmeren, hoe dat systeem in elkaar zit. Ja, en dat vind ik superleuk. En ik doe dat dus ook in de klas heel veel. Dus dat kinderen daarbij helpen om leiding te leren nemen over hoe ze zichzelf aansturen. Dat vind ik waanzinnig. En dus ook volwassenen. Dat vind ik, het is zo'n interessant onderwerp. En heel onderbelicht vind ik ook. Ja, zeker. Ja, want hoe fantastisch zou het zijn als we dat als kind allemaal leren. Hè? Hoe je kunt zorgen dat je blij en gelukkig bent. Dat je vertrouwen hebt in jezelf en in goede uitkomsten in het leven. Dan zou ik op een gegeven moment geen werk meer hebben. Nee. Ja. Ja, ik doe werk, of misschien dat jij dat ook wel soms wel zegt. Ik doe werk waarvan ik heel erg hoop dat ik vandaag een belletje krijg. Het is niet meer nodig. Absoluut. Het probleem is nog opgelost, Jan. Ga maar lekker op de bank liggen. Zeker. Dat vind ik wel weer het anders, hoor. Maar, ja, nou ja, absoluut. Want hoe mooi zou de wereld eruit zien als we allemaal goed voor onszelf zouden zorgen. Als we allemaal liefdevol naar onszelf zouden zijn. En onszelf zo serieus nemen dat we niet steeds maar over onze grenzen heen gaan om een ander blij te maken of om de baas te pleasen. Ja, ik denk dat we er een hele mooie samenleving mee creëren. Ja, joh. En de voorbeelden te over, hoor, in mijn klas. Als ik een dag geweest ben, ik wist natuurlijk dat ik vandaag die podcast opname met jou had. Toen dacht ik, wat zijn nou eigenlijk leuke dingen om te bespreken? Wat vind ik zelf interessant? Waar ben ik dan mee bezig? En nou, als het over het onderwijs gaat, ik geef soms ook bijlessen. Ik noem het bijlessen zodat iedereen begrijpt wat het is, maar het is geen bijles in de zin van dat ik een uur met een kind ga zitten en instructie ga geven.
ik ga met het kind kijken hoe dat leerprobleem, hoe dat kind zichzelf verhoudt tot dat leerprobleem en hoe dat dan hoe die dat zelf kan gaan oplossen. En de dingen die ik bijvoorbeeld kinderen leer, en de ouders komen ook vaak bij mij van, ja, mijn kind kan zich niet concentreren. En dan zeg ik, hebben jullie thuis een PlayStation of een Xbox of een iPad? Ja, hebben we wel. En zit je kind daar wel eens 3 uur achter? Ja hoor, mijn kind zit wel eens 3 uur achter. En hoor je het kind er wel eens? Nee. Zeg, en dan zit je maar 3 uur lang geconcentreerd aan de, achter de iPad. Ja, oh, dus je kind kan zich wel concentreren. Oh ja, mijn kind kan zich wel concentreren. En daar zitten we alweer op het taalgebruik en de manier waarop we de situatie beschrijven. Kinderen komen bij mij in de klas en zeggen, ja, ik kan me niet concentreren, meester. Dan zeg ik, ja, dat is helemaal niet waar. Maar dat is niet wat ik zeg, maar dat is wel wat ik denk. Het is niet waar, want jij kunt je prima concentreren. En dan vertel ik soms ook, wat is dit verhaaltje? Of ik doe een andere prikkelende vraag, zodat ze zelf snappen hoe ze dat kunnen gaan oplossen. Allerlei aanpakjes daarvoor. Maar het feit dat zij zeggen, ik kan me niet concentreren. Ja, er is een soort van concentratiegebrek-epidemie. En dat komt met name doordat we zeggen, ik raak afgeleid omdat jij geluidjes maakt. Dat is helemaal niet zo. Zij raken niet afgeleid. Zij laten zich afleiden. Ik heb gisteren een bijles gegeven. En toen was de jongetje, moest van mij rekensommen maken. En ik had zo'n klein Spiderman poppetje, had hij op tafel liggen. En dan ging ik zo met dat Spiderman poppetje, ging ik spelen naast hem. Nou, dat is natuurlijk een beetje een onorthodoxe manier van hem het inzicht geven. Of hij ging zichzelf natuurlijk een inzicht geven. Maar hij, dat hij zelf kan bepalen waar hij zijn aandacht richt. En als jij tegen jezelf vertelt, ik wil me niet laten afleiden daardoor, dan laat je natuurlijk afleiden. Dat is het verhaal van de roze olifant. Denk niet aan een roze olifant. Iedereen denkt aan een roze olifant. Dus wij zeggen, niet, ik wil het niet, ik wil het niet. Dat zijn een van de systemen die wij bijvoorbeeld doen. Nou, dan heb ik allerlei aanpakjes, zodat ik dat kind leer om juist aandacht te richten op waar ze wel willen kijken. En waarom vertel ik het allemaal? Nou, omdat het, dus dat komt ook weer neer op, hoe kijken we nou naar die situatie? En als jij tegen jezelf zegt, ik kan me niet concentreren, ja, dan ga je natuurlijk een heel groot concentratieprobleem ontwikkelen, of een aanzienlijk concentratieprobleem. Want jij kunt je wel concentreren, alleen heel veel kinderen hebben niet geleerd om dat toe te passen in een situatie waar ze misschien wel denken, deze som vind ik heel moeilijk. Kan ik deze som wel maken? Ben ik wel vaardig genoeg? Ja, dan zit er meer weer faalangst achter. Dan hebben ze allerlei systemen als een automatische piloot. En dat vind ik heel leuk om daarmee te werken. Ja. Zeggen, ja, is dat zo? Kan jij je niet concentreren? Ja. Nou, zoiets. Daar werk ik dan mee van dag tot dag. Om de jonge generatie wel wat te vertellen en te leren. En inzichten te verwerven over hoe je jezelf kunt aansturen. Mooi werk heb jij. Ja, superleuk. Ik zou je nog 100 vragen kunnen stellen. We zouden dit gesprek heel lang nog voort kunnen zetten. Ik vind het super interessant allemaal. Omdat ik in het kader van de concentratiespannen van mijn doelgroep. En ik wil gewoon ook niet al te lange podcasts creëren. Ga ik nu mijn laatste vraag aan je stellen. En die is, als er nu mensen, en dat is ongetwijfeld zo, aan het luisteren zijn die veel stress ervaren of die zelf misschien al echt in die situatie van een burn-out zitten. Wat is de belangrijkste boodschap die je ze mee zou willen geven? Ja, ik denk dat ik hem wel een beetje gezegd heb en dat het daar wel op neerkomt. Kijk naar hoe je dat gedaan hebt. En dan kijk je op een liefdevolle, zachte manier. Niet als een stok om mee te slaan. Dat is ook een systeem wat ik bij heel veel mensen zie. Dat ze hard doen tegen zichzelf. En alles aangrijpen om maar weer een stok zichzelf te slaan met een stok. Maar kijk op een liefdevolle, zachte manier. Nou, zo heb ik dat gedaan blijkbaar. En dat erkennen. En dan de volgende stap is natuurlijk, hoe zou ik graag willen dat het wordt? Hoe wil ik dat het wordt? En wat heb ik daar dan voor te leren? En welke stapjes heb ik daar mee te maken? En dan kun je gewoon een plan maken. Dus ik denk dat het erkennen van, zo heb ik dat gedaan. En dan voor jezelf bepalen, wil ik dat nog zo doen? Want vaak worden daar heel veel prijzen voor. Je betaalt daar enorme prijzen voor. Mensen die thuis zitten met een burn-out, zeker met een fysieke burn-out, ook gewoon de psychologische burn-out,
betaal je heel veel prijzen voor in je relatie, in je sociale leven, in je gezondheid van je lichaam. Dus zo, en wil je dat nog langer zo doen? En als, je dat, als het antwoord dan nee is, nou, hoe wil je het dan wel? Ja. En dan gewoon een plan maken in je eentje of samen met iemand, met een coach. En lekker licht over doen. Gewoon weer, weet je, soms lijkt het alsof er dan helemaal, alsof er niks meer aan te doen is. Maar natuurlijk is er van alles aan te doen. Ook als je denkt dat er niks meer aan te doen is, dan is er van alles nog aan te doen. Alleen zie je het zelf nog eventjes niet. Nou, dan vraag je gewoon iemand om hulp of advies of zoiets. Supermooi. Dankjewel voor deze mooie boodschap. En heel hartelijk dank voor het fijne gesprek. Graag gedaan. Heel veel succes met alles wat je doet. En mogelijk tot ziens. Ja, dankjewel. Doeg!